Ik ben Joachim Roosemeijer en ik werk bij Deltares. Ja, nou, we hebben bij Deltares afgelopen 2 jaar gewerkt aan een nitraat-app. De reden daarvoor was is dat we eigenlijk voor boeren zelf een manier wilden maken om zelf nitraat te kunnen meten op hun eigen bedrijf. Dat heeft te maken met veel regelgeving die op de boeren afkomt. En dat is meestal afgeleid van de landelijke meetnetten. En individuele boeren die denken vaak dat zij qua concentraties eigenlijk veel lager en veel betere waterkwaliteit hebben dan wat er uit die landelijke meetnetten komt. Deze manier kunnen ze echt zien van hoe zit het bij ons, bij mijn eigen bedrijf. En misschien is een insteek ook wel een beetje van als wij het dan beter doen dan de rest, mag ik dan misschien iets minder van die strenge regels voor mijn bedrijf. Het werkt eigenlijk heel eenvoudig op basis van de aloude nitraatstripjes die al een tijdje bestonden. En we hebben een app gemaakt die nitraatstripjes uit kan lezen, zodat het iets nauwkeuriger en iets objectiever wordt. Maar het mooiste is eigenlijk dat je de meting ook meteen kan opsturen. En ze komen in een database terecht. Vervolgens komen ze ook op elkaar terecht op internet. En je kan eigenlijk direct in het veld je metingen doen, maar ook meteen op je kaartje kijken van goh, waar heb ik al gemeten, wat kwam eruit en wat is misschien de volgende logische plek om te gaan meten. De app staat in de Play Store, de Google Play Store. Hij is momenteel alleen voor Android telefoons beschikbaar. iPhone staat op onze wishlist, komt er binnenkort waarschijnlijk ook aan. Als je de app hebt, dan heb je alleen nog een referentiekaartje nodig en nitraat teststripjes. We gebruiken de teststrips van Hag. Die kan je gewoon bij Hag bestellen en je kan de kaartjes erbij krijgen van ons. Blijkt nu ook wel dat er interesse is vanuit de handhavingsafdelingen van waterschappen. En ook uit wetenschappelijk oogpunt kan het ook nog interessant zijn, omdat je normaal gesproken alleen metingen hebt van het uitstroompunt van een groot stroomgebied. En nu kan je echt individuele slootjes, individuele drains, kan je veel specifieker nitraat meten. En daardoor eigenlijk binnen gebieden kan je op zoek gaan naar hotspots. Waar komt nu eigenlijk precies dat nitraat vandaan? We willen eigenlijk ook wel graag met scholen aan de slag bijvoorbeeld. Ja. Die lopen toch tegenwoordig ook allemaal de hele dag op hun telefoon te kijken. Dus op deze manier kunnen ze de waterbeheerder helpen om uiteindelijk oplossingen te vinden.